Goedenavond. In Moelingen, dat is een deelgemeente van Voeren in de provincie Limburg, is het alle hens aan dek om het wassende water de baas te kunnen. De rivier de Berwijn, die uitmondt in de Maas, is rond 3:30 buiten haar oevers getreden en het water blijft pijlsnel stijgen. Een honderdtal huizen dreigt te overstromen. Honderden zandzakjes moeten een dijk opwerpen, maar het lijkt echt dweilen met de kraan open. Gitte van Hooijwegen in Moelingen, in Voeren. Is er niks dat de situatie daar nog een beetje kan doen veranderen? Ik vrees ervoor, Xavier. Het ergste moet trouwens nog komen. Er is heel veel water gevallen de afgelopen uren. Er gaat nog heel veel water vallen. En al dat water dat in het land van Herve valt, meer stroomopwaarts, dat moet nog allemaal hierheen komen. Dus dat verwachten ze hier nog allemaal. Ik heb de situatie hier op een paar uur tijd onwaarschijnlijk zien veranderen. We zijn hier aangekomen om 3:30. En ik weet niet of je dat bankje daar kan zien staan, maar ik heb mijn tas nog even op dat bankje gelegd. Dat was om 3:30 vanmiddag. Ondertussen staat het water hier helemaal tot aan je middel ongeveer. Ze hebben nu geprobeerd met die zandstof hier een dijk te maken. Dat heeft niet geholpen. Ondertussen hebben ze hier ook een hele dijk van zand eigenlijk opgeworpen. En dat allemaal om te voorkomen dat de wijk hierachter overstroomt. Maar dat wil wel zeggen dat de straat Ginder, dat die ondertussen helemaal onder water is komen te staan. En daar staat het water echt ook tot aan je middel. Jammer genoeg zijn ze de situatie ondertussen een beetje gewend hier in Moelingen. Het is niet de eerste keer dat het hier overstroomt. Er waren plannen om die Berwijn te verbreden en te verdiepen, maar die zijn pas gepland voor begin volgend jaar. Dus daar hebben ze nu heel erg weinig aan, Xavier. Ja, om niet te zeggen niks inderdaad. Gitte, we zien je straks om 7:00 opnieuw. Dankjewel voor nu. Ook in de provincies Luik, Namen en Luxemburg valt de regen met bakken uit de lucht. Daar begonnen de problemen deze ochtend al. Het centrum van de stad Spa staat onder water en later volgde ook Teu. Honderden mensen hebben hun huizen verlaten omdat hun benedenverdieping onderstaat. Dit is een van de toegangswegen van Spa. Mensen staan verbaasd te kijken naar wat de voorbije uur gebeurd is. On s'est retrouvé vraiment surpris par la violence parce que bien qu'on ait été prévenu, on pensait pas en fait que à un moment donné le ruisseau ici au-dessus en fait allait se retrouver bloqué et que cette vague d'eau en fait allait apparaître comme ça. C'est arrivé beaucoup trop vite en tout cas. De voorbije nacht alleen al kregen de hulpdiensten 300 oproepen. De meeste oproepen konden ze pas uren later beantwoorden. De bewoners proberen elkaar te helpen met zandzakken. Ze verhuizen meubels en assisteren elkaar. Verder de heuvel af ligt het centrum van Spa. De mensen worden wakker met hun kelders onder water. De straten zijn veranderd in een kolkende rivier. Ça fait une cinquantaine d'années que nous sommes là. On n'a jamais vu ça. Il y a trois ans plus ou moins, ça a été pas mal, mais pas à ce point-là. On n'a jamais eu de l'eau vraiment jusqu'au soupirail ici, c'est terrible. En het water blijft maar stijgen. Heel de namiddag regent het pijpen stelen. Hozen heeft niet veel zin meer, maar sommigen proberen nog te redden wat kan. En straks om 7:00 kunnen we ook collega Saskia de Schutter daar spreken. Heel wat jeugdverenigingen zien hun kamp ook in het water vallen. Door de hevige regenval zijn de kampterreinen herschapen in een modderpoel. Al zeker 6 Giro en 13 scoutskampen zijn, vroeger dan verwacht, afgebroken. De Giro van Werchter probeerde nog zoveel mogelijk water tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Dus hier is het gisteren eigenlijk allemaal begonnen. Van voor en van achter in de tent is het water beginnen binnenlopen. Dan zijn we met man en macht om 7:00 begonnen met greppels graven. En we proberen om zoveel mogelijk water terug naar de beek te doen. Maar ja, dit heeft op een duur geen zin meer gehad. Dat was even goed voor korte termijn. Maar ja. De Europese Commissie wil dat er vanaf 2035 alleen nog auto's verkocht worden die geen CO2 meer uitstoten. Dus geen auto's meer die op benzine of diesel rijden, maar wel nog bijvoorbeeld elektrische auto's. Met deze en andere maatregelen moet het volgens de Europese Commissie lukken om de uitstoot van broeikasgassen over 10 jaar met 55% te doen dalen. Auto's en vrachtwagens worden steeds zuiniger en stoten steeds minder CO2 uit. Maar omdat er steeds meer verkeer is, daalt de totale uitstoot niet. En ook het isoleren van huizen gaat langzaam. Daardoor veroorzaakt de verwarming van huizen met stookolie of gas nog te veel uitstoot. En daarom wil de Europese Commissie fossiele brandstoffen duurder maken. Emission of CO2 must have a price. A price on CO2 that incentivizes consumer, producers and innovators to choose the clean technologies. Brandstoffenleveranciers zullen uitstootrechten moeten kopen en die extra kosten zullen ze wellicht doorrekenen aan de consument. Daardoor wordt elektrisch rijden en verwarmen voordeliger dan nu.
En bovendien worden de normen voor auto's strenger. Vanaf 2035 zullen we alleen nog elektrische auto's kunnen kopen. Dat betekent dat die veel goedkoper gaan worden en dat ze toegankelijk worden voor iedereen. En vandaag is dat nog te veel een luxe product, maar dankzij deze wetgeving, een nieuwe wetgeving, gaat dat veranderen. En gaat de prijzen naar beneden en kan iedereen zich een elektrische of een schone wagen permitteren. Plannen voor de toekomst dus. We zagen zo net een verslag van Saskia de Schutter vanuit Spa in de provincie Luik, waar het al uren onophoudelijk aan het regenen is. En we kunnen haar spreken nu. Saskia, als ik je daar zo zie staan, dan ziet het er niet naar uit dat de situatie daar heel snel zal verbeteren. Het ziet er helemaal niet naar uit dat dat zal verbeteren. Integendeel, waar ik hier nu sta, dat was vanmiddag nog niet overstroomd. Toen ging het water toch nog, was het toch nog 2 meter verderop, denk ik. En de grote boosdoener is daar. Dat is die grote fontein die je daar ziet. En dat is eigenlijk de rivier, de Waye, die onder de grond stroomt. Maar die dus compleet uit zijn oevers gebarsten is. Als je dat oever kan noemen, want die is dus ondergrond. En die alles onder water gezet heeft. En dat wordt helemaal niet beter, want stroomopwaarts zijn alle riviertjes, alle beekjes overstroomd. De mensen hier, je ziet het hier en daar nog. Nu zijn ze eventjes gestopt, maar die zijn eigenlijk nog volle bak aan het hozen. En dat is nu echt met de moed der wanhoop. Want men schat, nu is het heel even wat minder aan het regenen. Maar dat het vanavond nog veel harder gaat regenen. Eigenlijk verwachten ze dat vannacht nog maar eens een groot onweer gaat komen. De eerste uren is het hier zeker niet opgelost en ik denk zelfs de eerste dagen niet. En hoe ze zich daarop voorbereiden, dat horen we dan straks van jou in het Journaal van 7. Dankjewel, Saskia. En in dat journaal gaan we ook een kijkje nemen in een nieuw opleidingscentrum voor diamantslijpers in Antwerpen. Antwerpen is nog altijd het kloppende hart van de diamantsector. En niet alleen in ons land. De komende 2 jaar zoeken ze daar 80 diamantslijpers. Het Antwerpse diamantbedrijf zal ze zelf opleiden. En wat je daarvoor moet kunnen, dat vertel ik u graag. Over een uurtje tot dan. En voor nu, bedankt voor het kijken. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.